Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over Demon Slayer, de Entertainment District arc, oftewel het tweede seizoen. Er is een beetje ophef rond deze serie geweest aan het begin van dit seizoen. Als eerste rond de titel, want Entertainment District is eigenlijk niet echt een directe vertaling van wat het in het Japans is. Want als je het wel letterlijk zou vertalen, dan zou dit tweede seizoen dus het Red Light District arc heten. En dat was dus niet echt gepast voor de meeste kijkers, vonden ze in het Westen. En daarbij was er ook wat ophef over dat deze serie zogenaamd transphobic zou zijn, omdat je dus humor hebt omdat de main characters zich gaan verkleden als vrouwen en gaan infiltreren in dat hoerenhuis. Maar ja, in Japan heb je gewoon andere standaarden en is de woke cultuur nog niet echt zo doorgedrongen. Dus ik vind niet echt dat je ze dat kwalijk kan nemen, helemaal als je het vergelijkt met veel van de humor die in andere anime zit. Er worden nog steeds weinig anime's gemaakt waarin je bijvoorbeeld geen creepy, vieze oude man kan vinden die vrouwen betast ofzo. Ik denk ook juist omdat Japanse schrijvers zich niet echt bezighouden met huidige sociale en politieke problemen, dat ze juist daardoor zoveel meer succesvol zijn dan stripboeken uit het Westen momenteel. Maar ja, de tweede seizoen pikt dus gelijk op waar de film van Demon Slayer, die vorig jaar in de bioscoop gedraaid heeft, is achtergebleven. Want ze openden dit seizoen dus ook met een dubbele aflevering en daarin kregen we eigenlijk heel veel te zien van de aftermath van de film. Waaronder het feit dat Tanjiro dus het nieuws van de dood van Rengoku moest gaan aankondigen bij de rest van zijn familie. Maar voordat die dubbele aflevering al voorbij was, kregen we al gewoon duidelijk waar dit seizoen over zou gaan en hadden de gang dus gelijk een nieuwe missie. En in dit geval werden ze dus bijgestaan door een andere Hashira. Aangezien Rengoku er nu dus niet is, werden ze nu geholpen door Uzui. Uzui is sowieso echt een super tof nieuw personage. Of we hadden hem natuurlijk wel even gezien in het eerste seizoen, maar dit is de eerste keer dat we hem echt uitgebreid in actie krijgen. En er werd dus ook al gehint dat hij een poly-relatie had en hij laat dus ook in dit seizoen zien dat hij 3 verschillende vrouwen heeft en die helpen hem dus ook tijdens dit gevecht. Want de eerste paar afleveringen van dit seizoen zijn eigenlijk dus vooral gericht op het infiltreren daar in dat Red Light District. Maar volgens mij voordat de helft van dit seizoen al aangebroken was, begon eigenlijk al het laatste gevecht en hebben we gewoon meer dan 6 afleveringen lang een super epische battle gehad. En daarmee weet Demon Slayer dus wel echt vooruit te springen op het gebied van battle anime's en ik denk sowieso dat die naast Jujutsu Kaisen misschien de beste is van dit moment. Want de animatie tijdens dit super lange gevecht is echt prachtig gedaan. Het zijn misschien gewoon enkele van de beste animatiebewegingen die ik ooit gezien heb in anime. Als je dit gevecht als een geheel bekijkt, is het waarschijnlijk ook wel gewoon een van mijn nieuwe favoriete anime battles tot nu toe. Eentje die gewoon een beetje op het niveau staat van enkele van de beste uit Hunter x Hunter. En ja, we wisten dus al door het einde van de Mugen Train film dat de upper rank demons echt super gevaarlijk zijn, want eentje van die heeft dus Rengoku uitgeschakeld toen. Dat was de nummer 3, maar in dit seizoen nemen we het dus op tegen de nummer 6. Die wel de laagst gerankte is van de upper rank demons. Maar ik wil er niet te diep op ingaan omdat het dingen weg kan geven. Maar uiteindelijk is deze upper rank demon een soort parallel van Tanjiro en Nezuko. En wanneer je dus in de laatste aflevering echt uitgebreid een backstory krijgt voor die demon, heb je dus ook best wel medelijden met hem en alles wat die hebben meegemaakt. En richting het einde kregen we dus ook nog een andere upper rank demon te zien. Eentje die nog geen naam heeft volgens mij. In ieder geval die nog niet benoemd is. En er werd dus ook gehint dat we de nummer 3 die we dus in de film gezien hebben, nu wel te zien gaan krijgen in het volgende seizoen. Want het volgende seizoen is gelukkig ook al aangekondigd. Waarschijnlijk gaat hij dus ergens in de lente van volgend jaar beginnen. Want er waren eerst nog geruchten dat ze nog een andere film zouden doen tussendoor. Maar het lijkt erop dat ze gewoon gelijk doorgaan met het derde seizoen. Dat wordt dus de Swordsmith Village arc. En daarvoor hebben ze een korte teaser vrijgegeven waarin je 2 nieuwe personages ziet. Maar dat is het ook wel. En ja, dat is nu dus sowieso wel een seizoen waar ik heel erg naar uitkijk. Want dit tweede seizoen van Demon Slayer heeft mijn waardering voor deze serie sowieso heel erg omhoog gegooid. En nadat ze dus zo'n geweldige film hebben afgeleverd vorig jaar, dat die zelfs in mijn top 10 van beste films van het jaar geëindigd is, is het ook wel heel tof dat deze serie gewoon van gelijkmatige kwaliteit was. Letterlijk alle main characters waarvan je houdt hebben echt de kans gekregen om te shinen ook tijdens dit seizoen. Of je het dan hebt over Tanjiro, Nezuko, Inosuke of Zenitsu, alle 4 krijgen ze gewoon echt shine. En vooral Nezuko was ook wel de grootste verrassing, want die blijkt tijdens dit seizoen toch opeens een heel stuk sterker te zijn dan dat we van haar wisten tot nu toe. En het blijft ook super tof om te zien dat Tanjiro zichzelf ook blijft ontwikkelen en dat je gewoon langzaam een progressie ziet in zijn personage en hoe sterk die wel niet is. Het is in ieder geval zeker niet zoals de meeste battle anime's dat hij in één keer een nieuwe vorm heeft en dat hij in één keer zoveel sterker is. Want in dit verhaal is hij nooit echt de sterkste
sterkste persoon op het slagveld. Hij moet altijd gewoon met een bepaalde strategie weten te winnen. Maar tegelijk zien we wel steeds meer van zijn potentieel naar buiten komen. Dus uiteindelijk gaat hij wel zijn soort final form bereiken waarin hij het wel gewoon gemakkelijk kan opnemen tegen upper rank demons. En ja, we hebben er sowieso nog 5 te gaan nu dus. En Muzan zelf, oftewel Michael Jackson Demon. Maar ja, wat vonden jullie van het tweede seizoen van Demon Slayer? Vonden jullie hem net zo goed als ik? Vonden jullie hem verder dan het eerste seizoen ook? Wie is jullie favoriete personage van deze serie en wat is jullie favoriete gevecht geweest tot nu toe? Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.